En dan de vraag, wat zou je vader willen vragen als je hem nog eenmaal zou mogen ontmoeten? Dat vind ik ook een hele goede vraag, omdat in mijn boek, ik heb bekend het ook veel over mijn vader gaat. Ik zou hem willen vragen, heb jij het net zo moeilijk gehad als ik achteraf vermoed dat je het hebt gehad? Want als je als kind opgroeit, dan zet je af tegen je vader. Ik heb ook wel ergens in een interview gezegd dat het een soort boksbal geweest is. Dat je echt tekeer gaat tegen je vader. En achteraf denk je van ja, misschien heeft hij wel heel moeilijk gehad met een vrouw, mijn moeder, die straatvrees had, die altijd met de problemen zat, die qua problemen centraal stond in het gezin. En hij heeft zijn problemen altijd moeten verdringen. Hij mocht van de psychiater van mijn moeder niet meer tekenen, want dan zou mijn moeder jaloers geworden zijn. Dus ik zou hem willen vragen, hoe heb je het hoofd boven water weten te houden eigenlijk met een vrouw die problematisch is en met kinderen die ook niet allemaal even evenwichtig waren. Mijn broer Tom wel, daar had hij wel heel veel vertrouwen in. En daar zou hij ook mee naar Amerika gaan, de prairie op. Maar ik was lastig en koppig naar hem toe. Dus ik zou wel naar benieuwd geweest zijn om hem gewoon eens te vragen, hoe zat jij nou in je vel eigenlijk in de periode dat ik klein was en in de periode waar ik over geschreven heb in mijn dagboek? Wat ging er door jou heen eigenlijk? Dus dat, je kunt hem die vraag niet stellen, want hij leeft niet meer. Maar het is wel een goede vraag om achteraf over na te denken en ook te beseffen dat je zelf ook waarschijnlijk heel moeilijk geweest bent voor je vader. Ja.